ik heb zelf op de VVD gestemd. Dus ik hoop dat ze binnenkort wat weten te vormen. Al heb ik het de laatste paar dagen niet helemaal meer gevolgd. En het laatste wat ik weet is dat Rutte zelf een soort proefschrift mag schrijven over hoe hij denkt hoe het moet zijn. Ja, ik vind het een beetje gezeur. Ja, ik verwacht dat het allemaal wel goed komt met het kabinet. Ik vind dat het allemaal echt lang duurt. De overstroming in Pakistan, daar heb ik hetzelfde als met het nieuws over de kabinetsformatie. Heb ik de laatste vragen heel weinig gevolgd. En ben ik meer bezig met mijn eigen bonnetjes dan met het nieuws op dit moment. Ik hoop dat het allemaal zo goed mogelijk terechtkomt. En iedereen veel stort op Giro 5 en 5 natuurlijk. Maar het is altijd maar de vraag of het met al dat geld of er echt wat mee gebeurt. Maar het is gewoon heel triest voor die mensen. Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat buiten tennis ook nog wat moet zijn. En als ik daar tijd voor heb, dan gebruik ik die tijd ook zeker om andere dingen te doen behalve tennis. Maar tennis is gewoon nummer 1. En ondanks dat andere dingen ook leuk zijn in het leven natuurlijk. Maar op dit moment is het toch echt tennis en verder niet. Dus ik wil er wel echt vol voor gaan. Gezellig clubje. Ik heb het wel naar mijn zin hier zo. Tennissen en anders niet. Ik kom hier zelf al heel lang op Alphen. Ik heb hier ook het NK gewonnen tot en met 18. Dus in dat opzicht heeft Thean en Schorel hebben iets met elkaar. En ik kom de laatste paar jaren kom ik hier met heel veel plezier naartoe. Timo de Bakker, ja. Ik hoop echt dat hij ver komt. Ik vind een goede speler en is nog jong. Dus ik denk dat hij wel ver kan gaan komen, nog verder. Goede tennisser die het de laatste tijd heel goed doet en die denk ik nog veel hoger kan komen dan dat hij nu staat. Ja, hij is natuurlijk geweldig, onze nummer 1 van Nederland en hij doet heel erg goed, dus daar mogen we toch trots op zijn. En ik hoop echt voor hem dat hij nog verder doorstijgt richting top 30, top 20. En ik hoop ook dat ik hem mag volgen en daarna gewoon dat we misschien samen die toernooi kunnen reizen, want het is ook naast tennis is het gewoon een goede vriend van me. Dus, we zullen het zien. Ja, die staat als het goed is nu volgens mij top 50 van de wereld. En die doet het gewoon heel goed het laatste jaar. En ook de tijd ervoor met 4 challenges winnen in 6 weken. En we hopen dat hij natuurlijk goed blijft doen. I did it.